video zien dat de baancommissie er klaar voor is. Rob Dommel en Sipke lopen nog even voor de komijn langs. En dan zal zomaar een signaal. Jongens, de finale van het NK combijnracen voor dames. In de standaardklasse zijn weg en is onder nummer 8. Dit is natuurlijk een van die snelle dames. Anita Terrormama de Rooij. Anna Vrookje op dit moment. Schokschouderen en de blonde manen van de linker naar de rechter schouderblad. En dan blijft ze maar sturen en proberen de rust te bewaren. Maar deze politieagenten is niet voor een kleintje vervaard. Ze probeert aansluiting te houden bij de kop van de wedstrijd. Zij wil ook graag een bokaal hier winnen in Tinje. Dan blijkt toch weer voor de dubbel te gaan na het eerdere succes. Ook in de damesklasse. Op aan de leiding. Maar Anne Vrookje Kirkenier wil nog graag wat laten zien hier voor het Duitsjeblieft. Ze pakt de derde plaats. Drie aan bij de handkamp en ze zegt: ho, 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 deze wedstrijd is nog lang niet afgelopen. Hoppelie, hoppelie, hoppelie. Op dit moment nog steeds de nummer 8 aan de leiding. Anita de Rooij en Mia Brunnekreef, de jonge dame. Ligt op dit moment op een tweede positie, op een derde positie en dan is het Anna Vrookje Kierkenier. Ze kijkt even naar rechts en de mannen en vrouwen hier uit Tinje, hier uit Friesland genieten. Want deze jonge dame ligt op dit moment op het zilver. De nummer 24 en dan komt vandaag de aanval van de nummer 36. Daniela Molsing. Komt ze de bocht door, ja zeker, dan moet je snelheid maken. Maar dat doet er niet over elkaar zo. Hier een lijkt meer afstand te nemen. Anna Vrookje. Nog een keer op gaspedaal in. Geweldig kijk op plaats. Twee jaren nu gekregen. In de voetpoort. En aan het touwtje. Op dit moment lijkt er erop dat de nummer 24 nationaal kampioen gaat worden. En de nummer 8 ook hier de dagprijs naar zich toe gaat trekken. We kijken op het rondebord. Nog drie ronde wedstrijd. Is Anna Vrookje dan nog in staat om zo dadelijk de nummer 8 te gaan oversteken? Het wordt bloedstollend spannend. Aan de vrouwtje. Nou, dat moet kunnen. Drie ronden de tijd. Het is een uitputtingsslag, maar Anne Vrouwtje is al wat gewend. Die kent het gewoon door. En Rico van de Kreek heeft even bij die kleine bocht hier, waar het allemaal niet zo makkelijk gaat. En oh, daar slaat het noodlot toe. Anne Vrouwtje Kirkenier staat vast. En de tweede plaats is weg. En helaas, en wederom een domper voor een definitieve 10 jaar. En ook hier lijkt het weer de pechduivel op de loer te liggen voor Anna Vrookje, want zij blijft er ook stil zitten in het dal der diepe duisternis. Maar onder nummer 8, Anita de Rooij. Zij gaat zeer voortvaren. Op dit moment ligt de eerste hier voor de dagprijs. En de nationaal kampioen onder nummer 24, Bea Brunnekreef. De oranje, de rood-wit-blauwe vlag is op dit moment weer verdwenen. En het lijkt erop dat Emiel Gordijn zo dadelijk nog een keer de vlag op de nummer 24 kan planten. Want het is toch fantastisch dat zowel de heren als de dames met de nummer 24 het nationaal kampioenschap naar zich toe weten te halen. Maar dan moeten we nu misschien al jeugd gaan, want daar is natuurlijk nog Daniëlle Molsing met die grote klaas, Hupsmus, Jette, die misschien nog wel wat... Laatste ronde, dernier tour, last lap, laatste ronde. En dan gaan we de laatste ronde in en dan gaan we kijken of Team Harskamp de dubbel kan binnenhalen. Dat moet geen probleem zijn, in ieder geval niet voor de nummer 8. Maar die tweede plaats, die strijd, daar is nog wel wat spanning te vinden. Ondertussen zien we dat Anne Vrookje de klaar is. De combijn zit vast, die laten we hier ook gewoon staan. Die gaan we volgende week wel weer. En daar gaat natuurlijk die nummer 8 met gemak omheen. Hoeft nog maar één hele grote bocht en dan zometeen de teken in de hand in de.
De laatste honderden meters zijn ingezet door Anita de Rooij. Haar man en zoon die waren al nationaal kampioen. Zij pakt hier de dagprijs. En dan zien we ook op de tweede plaats Danielle Wolsing, die dan toch die 24 van de hand. Oké, Anita, graag even naar de andere zijkant. Even wil nog even voor de micro, of ga je direct? Prima, is akkoord. Dan krijgen we hier zo dadelijk de nationaal kampioen Bea Brunekleef. Zij pakt hier de winst, ja. Ze danst als een ware ballerina. Zij stort heen en weer. Bea, heb je nog een momentje? Nee, ze is helemaal blij. Ze is blij. Ja, de mannen van de Veluwe. De vrouwen van de Veluwe. Ze zijn helemaal, helemaal in extase. Bea, je ging weer als een speer. Ja, lekker hè? Ja. Anita, die pakt hier nog even het dagklassement. Heb je nu nog op een bekeken wijze rondgereden? Of dacht je, er kan me weinig meer overkomen? Mij kon niks meer overkomen. Ik moest me uitrijden. En ja, dan komen ze weer. Opnieuw het rood-wit-blauw. En dit is natuurlijk geweldig. Zoveel kampioenschappen. Hier, hier, ja. En Anita de Rooij krijgt even een... We hadden het erover van... Vader en zoon, nu ook nog de echtgenoten erbij. Het kan niet op, of niet? Jongen, het is fantastisch. Ja, hartstikke mooi. Uit één familie, hè? Heerlijk. Geweldig. Mijn complimenten. Geniet nog even lekker na. Anita de Rooij, nationaal kampioen. En de Bea Brunekleef op dit moment natuurlijk ook op een geweldige wijze. Hebben jullie hier natuurlijk achter de bezaanswezen te geven. Daarmee zijn we zo goed als aan het einde gekomen van deze magnifieke dag. We gaan zometeen nog even verder in de feesttent met het duo Two Faces. En al daar zullen we ook de prijzen gaan uitreiken. Oh, en nee, we hebben natuurlijk ook de vrije snel, klasse. De vrije klasse is natuurlijk eerst nog. Kijk.